Goedenavond. Goedenavond, beste mensen. Ik heb het daar straks al een paar keer gezegd voor de deur. Maar eerst en vooral uiteraard een gelukkig nieuwjaar en een goede gezondheid voor iedereen. Ik wens jullie allemaal een jaar vol geluk en een goede gezondheid voor iedereen die jullie graag zien. En welkom trouwens. Welkom op het nieuwe hoofdkwartier van de partij. Ik moet zeggen, wauw. Wauw. Wat een ongelooflijke opkomst. Merci. Meer dan 2000 keer merci. Het is al heel lang geleden dat we met zoveel aanwezig waren op de Nationale Nieuwjaarsreceptie. En de drang en de goesting om mee aan de kaart te trekken, die was duidelijk nog nooit zo groot als vandaag. En dat is geen toeval. Want in onzekere tijden zijn wij Christen-Democraten de eerste om de rug te richten en om de weg te tonen. En samen kunnen we dit ook. Binnenkort iets verder weg van de wedstrijd. Maar dat is misschien zo erg nog niet. Zoals u ziet, is onze partij in volle transformatie. Van hieruit zal de vernieuwing van de partij zich verder zetten. Van hieruit willen we ons verhaal als centrumpartij dan ook ideologisch gaan versterken. En van hieruit zullen we ons verhaal ook digitaal versterken, zowel nationaal als lokaal. We gaan onze lokale afdelingen ondersteunen, onder meer met unieke datamining per gemeente, zelfs per wijk, om de dorpsstraat nog veel beter te kunnen dienen. En dat gecombineerd met een netwerk van tienduizenden vrijwilligers zal ervoor zorgen dat we de sterkste partij blijven op het lokale niveau. Wij laten u niet aan uw lot over. Vanuit dit hoofdkwartier zullen we er zijn voor u. Zodat u er kan zijn voor de mensen. Want jullie zijn degenen die het verschil maken op het terrein. Meer dan bij welke partij ook. En samen gaan we bouwen aan een moderne gemeenschapspartij. Die gebruik zal maken van de modernste technieken. Zonder dat we vervallen in populistische recepten. En zonder dat we het menselijke contact loslaten. Dat is nog altijd waar wij als Christen-Democraten in geloven. We zijn de enige partij die de dorpsstraat met de wedstraat verbindt. En beste mensen, 2022 was een heftig jaar. Een jaar vol grote onzekerheid. Een jaar waarbij we overdonderd werden en mensen ook vaak het gevoel kregen dat ze machteloze toeschouwer waren van een wereld die zich ver boven hun hoofden afspeelt en waar ze zelf ook totaal geen grip over hebben. Een jaar ook waarin we de limieten van een doorgedreven globalisering dat die duidelijk zijn geworden. En laat dat misschien ook de belangrijkste les zijn van 2022. Het is tijd om opnieuw ons lot in eigen handen te nemen. Zo hadden we ons nooit afhankelijk mogen maken van Russisch gas. En mogen we ons in de toekomst ook nooit afhankelijk gaan maken van groene waterstof uit het Midden-Oosten. En ja, ik weet dat onze eis om de kerncentrales te verlengen, die is ons vorig jaar niet altijd in dank afgenomen. Maar uiteindelijk bleek onze houding wel de juiste te zijn. En deze week is dan eindelijk een heel belangrijke stap gezet om die twee jongste kerncentrales om die te verlengen. Dat had nooit kunnen gebeuren als onze partij in december 2021 geen stok tussen de deur zou gestoken hebben toen anderen in de regering een volledige kernuitstap wilde. Het zou ook nooit gebeurd zijn zonder het onophoudelijke beukwerk van onze partij het afgelopen jaar. Maar het werk is nog niet af. De richting van de partij die is wel duidelijk. Met investeringen in hernieuwbare energie en ook met kerncentrales. Alleen zo zorgen we ervoor dat het licht blijft branden en dat we onafhankelijk worden op vlak van energiebevoorrading. En of het licht brandt, dat mag nooit afhangen van een narcist in Rusland of van iemand die zich koning te rijk voelt in een of andere verre windstreek. En net zoals voor energie mogen we ook geen speelbal worden van buitenlandse regimes voor ons eten. Onze voedingsindustrie is een van de meest innovatieve en duurzame van gans de wereld. En dat is een industrie die trouwens bereid is om nog veel meer te innoveren. Net om de klimaatuitdagingen van vandaag aan te pakken. Vertel mij dan in godsnaam waarom die hier ook weg zouden moeten.
En de toekomst van onze landbouw en onze voeding die ligt hier. Hier bij ons. De hetze tegen onze voedingsindustrie, de hetze tegen de landbouwindustrie, die moet stoppen. Voor CD&V, geen Vlaanderen zonder boeren. We staan dan ook als één blok achter Jo Broens. Dames en heren, laat Jo eens voelen hoezeer dat we achter hem staan. En denk maar niet dat we de excessen van een naïef en ook een blind geloof in een doorgedreven globalisering, dat we die allemaal al gezien hebben. Ook de Chinese en de Amerikaanse technologie die heeft ondertussen zo'n dominante positie bereikt dat we aan hun infuus hangen. En dan midden in een digitale revolutie. We hebben recent, of niet zo recent, Nokia ingeruild voor Apple en voor Huawei. En dat we recent ook nog moesten smeken om Chinese mondmaskers, wel, ook dat was al een waarschuwing van de gevaren van een veel te grote afhankelijkheid van de Chinese maakindustrie. En of het nu gaat om voeding, om energie, om veiligheid, onze maakindustrie of de kritieke infrastructuur, als Europeanen moeten we ons lot weer in eigen handen nemen en richting geven aan de wereld. Onze toekomst die maken we zelf. We mogen niet eindigen als een speelbal van andere grootmachten, maar we moeten weer een rol van betekenis gaan spelen in de wereld. Als partij kiezen we dan ook voor een sterk Vlaanderen in een welvarend land en een strategisch autonoom Europa. Christen-democraten die moeten de lead nemen in de Europese renaissance. Want geloof ze niet, degenen die u vertellen dat we er zonder Europa wel allemaal gaan geraken. Degenen die u zeggen dat we dat hier allemaal in Vlaanderen gaan kunnen doen op ons eentje. We gaan het moeten doen met een sterker Europa. Of we gaan het moeten doen met meer Poetin, met meer Xi Jinping. Vandaag moeten we meer dan ooit geloven in het potentieel van ons continent. En niet enkel in het potentieel van ons continent. We zijn een gemeenschapspartij. Dus uiteraard ook wel geloven in het potentieel van onze gemeenschap. Als in 2022 iets duidelijk is gebleken, dan dat wel. Onder meer met de actie Plek Vrij. Een actie waarbij tienduizenden vrijwilligers zich aangeboden hebben. Om te helpen. Om Oekraïnse moeders een dak boven het hoofd te bieden. En kinderen speelgoed te bezorgen. Spontaan, hè? Niet omdat een overheid u kwam zeggen dat het moest. Wel in dat solidair Vlaanderen wil leven. Ook dat is het verhaal van Vlaanderen, beste vrienden. Want christendemocraten geloven niet wat mensen kunnen. En dat geldt ook op vlak van asiel en migratie. Daar waar vroeger asielzoekers verplicht werden om een jaar lang op hun stoel te zitten en vooral niks te doen in het opvangcentrum, hebben wij hen de kans gegeven om een bijdrage te leveren aan onze samenleving. En ondertussen zijn al meer dan 10.000 asielzoekers aan de slag. In de bouw, in de horeca, in de land- en de tuinbouw. Chapeau. En ook chapeau Nicole, want ik heb op uw stoel gezeten. Ik weet hoe moeilijk het is om in dit land Nicole, wij weten allebei hoe moeilijk het is om in dit land de toestroom van migranten en asielzoekers om dat in goede banen te leiden. Een instroom van Oekraïne tot Afghanistan. Ongezien trouwens vorig jaar, 100.000 mensen. En iedere dag leveren wij een strijd zodat geen kinderen op straat slapen. Nog nooit werden er zoveel structurele opvangplaatsen voorzien. Maar daarnaast is het uiteraard ook wel onze plicht om de samenleving te beschermen tegen ongecontroleerde migratie, tegen haatpredikers, tegen de excessen die de gemeenschappen dreigen te ontwrichten en te blijven ijveren voor een rechtvaardig Europees migratiemodel. Dat is wat een echte gemeenschapspartij hoort te doen. En ik ken Nicole nog beter dan de meeste mensen in de zaal. Ik weet waar jij wakker van ligt.
Ik weet dat je er iedere dag en nacht wakker van ligt. En dag en nacht spendeert om het CADUC-systeem ook grondig te hervormen. Nooit door te polariseren, maar ook nooit door naïef te zijn. Er is geen grotere migratie-expert in dit land dan Nicole de Moor. En de opdracht die is loodzwaar, maar op het immense respect van deze partij kan ze rekenen. Nu, een absolute kerntaak van een gemeenschap, dat is uiteraard ook wel uw veiligheid garanderen. En we mogen niet nalaten om wie ervoor kiest om onze samenleving schade te berokkenen, om die bij de kraag te vatten en ook te bestraffen. En ik denk vandaag, zoals velen onder jullie, ook wel aan Firdaus. Meisje van 11 jaar. De toekomst ontnomen door een drugsbende die op klaarlichte dag in een Antwerpse woonwijk beslist heeft om verschillende kogels af te vuren. Het had één van onze kinderen kunnen zijn. Het had mijn nichtje kunnen zijn. Het is om stil van te worden, maar waar we nooit stil voor mogen blijven, dat is de plaats die drugs heeft ingenomen in onze samenleving. Doodnormaal is het geworden. De voorbije jaren heb ik bijna geen feestje gezien zonder dat er ergens gesnoven of geslikt werd. En dat terwijl het recht niks zieliger is dan drugs te moeten slikken of snuiven om te genieten van het leven. Een hechte gemeenschap die breekt met de drugscultuur. Die spreekt mensen ook aan op misplaatst patsergedrag. Zowel in de bestuurskamers als op café. En het laatste dat we mogen doen, dat is al die rommel gaan legaliseren en normaliseren. Met onze partij geen legalisering van drugs. Laat dat duidelijk zijn. En daar waar andere beloftes deden om te investeren in onze veiligheid en in onze politiekorpsen, daar is er maar één iemand die dat ook daadwerkelijk doet. Daar waar in de vorige legislatuur, herinner je nog, beloftes werden gemaakt dat de burgemeesters winkels zou kunnen sluiten in de strijd tegen de drugscriminelen, heeft ook maar één iemand dat daadwerkelijk gedaan vorig jaar. Er zijn heel veel partijen, hè? Heel veel, die de mond vol hebben van respect voor de ordendiensten en voor de aanpak van criminaliteit. Maar finaal is er maar één iemand die het ook daadwerkelijk doet. Annelies Verlinde. Maar Annelies kan heel veel, en de politie ook, maar alleen kan het niet. De veiligheid garanderen, dat is uiteindelijk onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid van ouders ten aanzien van hun kinderen. Een verantwoordelijkheid van jongens en meisjes ten aanzien van hun vrienden. Door ook schouder aan schouder op straat klaar te staan wanneer een groep relschoppers denkt de straten van onze hoofdstad te kunnen vernielen. En een samenleving die is niet veilig, met een camera of met een politieagent op de hoek van iedere straat. Het is een verhaal van repressie, maar ook een verhaal van preventie. Een verhaal van de sociale dienst tot de straathoekwerker. En bovenal is het een verhaal van mensen die zorg dragen voor elkaar. Alleen in een hechte, warme gemeenschap, waarin dat we kunnen rekenen op de burgerzin en de verantwoordelijkheid van iedereen, alleen dan kan een samenleving pas echt veilig zijn. Nu, 2022 was uiteraard ook op sociaal en op economisch vlak een bijzonder heftig jaar. Uw winkelkar die steeg met maar liefst 11%, de rekening daarvan. De energiefacturen die verdubbelden, die verdrievoudigden en soms zelfs nog veel meer. Maar 2022 is ook wel het jaar geweest waarin wij als christendemocraten niemand hebben willen loslaten. We zijn erin geslaagd om de koopkracht van mensen
in vergelijking met alle andere Europese landen ook wel veel beter te beschermen. Door niet te raken aan de index, via sociale tarieven en in eerste instantie voor de gezinnen. Want een warme samenleving bestaat niet zonder warme gezinnen. En als allereerste hebben we gepleit voor de verlaging van de BTW op elektriciteit naar 6%. En ook toen kregen we, net als voor kernenergie, een beetje kritiek te slikken van andere partijen. En Vincent, herinnert u dat nog? Maar vandaag is het een feit. Permanent. Maar Vincent van Petegem zou Vincent van Petegem natuurlijk niet zijn als hij de dingen niet op een ernstige manier zou aanpakken. Met een slimme BTW-verlaging. Met, wacht, je mag daarna nog eens applaudisseren voor Vincent, dus wacht even. Met een slimme BTW-verlaging in combinatie met een accijnshervorming. Door onder meer ook de bedrijfswagens te gaan vergroenen, waardoor elektrische wagens op termijn ook voor iedereen betaalbaar worden. En ook met de grote fiscale hervorming, waarmee we iedereen meer koopkracht willen geven. Een werk waarvan de ernst en de serieus door vriend en vijand erkend werd. Als er één iemand in deze federale regering de echte hervormer is, dan Vincent van Petegem wel. Nu, dat betekent natuurlijk niet dat er vandaag niemand rondloopt die het moeilijk heeft. Integendeel, de strijd tegen armoede die is belangrijker dan ooit tevoren. En het feit dat het 10 jaar geduurd heeft voordat iemand nog eens alle bevoegde ministers van alle regeringen die bevoegd zijn voor armoede rond de tafel heeft gebracht, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Maar dat de man die dat initiatief genomen heeft, dat onze minister Benjamin Dallen is, dat verbaast me niet. Want Benjamin die voerde ook in COVID al een strijd voor de jeugd die veel te weinig gehoord werd. En vandaag voert hij een even grote strijd voor de kansarmen die ook veel te weinig aandacht krijgen. De grootste dansist van de Vlaamse regering, Benjamin Dallen. Nu, de grootste dansist misschien op één iemand na. Op Hildena. Want Hilden heeft als een echte Vlaamse leeuwin het opgenomen voor het meest kwetsbare bezit dat we hebben in onze samenleving. Onze jongste kinderen. En veel kinderdagverblijven die hebben vorig jaar warmte en bescherming geboden aan onze kinderen. Kinderverzorgers, dat zijn de reddende engels van heel wat werkende ouders die onbezorgd hun kinderen naar de opvang willen brengen. En daar waar het moest, daar heeft Hilden ook streng opgetreden. En terecht. Wij nemen als zorgpartij geen risico's als het gaat om de veiligheid van onze allerkleinste kinderen. Maar we doen veel meer dan dat. Hilden doet meer dan dat. Geen enkel kind, geen enkele kinderverzorger is beter geworden van de holle slogans van de roepers ter linkerzijde. Wij zijn de partij die de plannen op tafel heeft gelegd voor een kwaliteitsvolle kinderopvang en die ook meteen voor ongezien vermiddelen heeft gezorgd. Wij zijn de partij die de kinderverzorgers ook een hoger loon heeft gegeven en het beroep aantrekkelijker heeft gemaakt. Niemand anders. En dus, merci. Merci, Hilde. We zijn ontzettend blij om je vandaag weer in volle vorm te zien. En op dit zinnetje heb ik geoefend en klaar om opnieuw het zwin door de bieten te jagen. Ik zie
Ik zie de West-Vlamingen in de zaal zo doen, dus ik moet nog wat oefenen. Nu, dames en heren, respect. U ziet het hier ook al staan. Respect moet het woord van het jaar zijn. Als er één iets is waar we meer nood aan hebben in het nieuwe jaar, dan willen we meer respect. Respect in onze samenleving te koer. Respect voor elkaar. Respect voor wie werkt of wie wilt werken. Wie gepensioneerd is, in de klas zit of voor de klas staat. Wie ouder is of kleinkind. Wie in de stad woont of op het platteland. Respect ook voor onze agenten, die elke dag hun gezin uitzwaaien. In de hoop de dag zonder kleerscheuren door te komen voor onze veiligheid. Respect voor onze ambulancier, ons medisch personeel en brandweerlui, die steeds vaker het slachtoffer worden van zinloos geweld. Respect voor onze normen en waarden, voor wie we zijn en wat onze wortels zijn. En geloof ze dan ook niet, de partijen die een gezonde identiteitsbeleving afdoen als nutteloze symboolpolitiek. Maar dat betekent natuurlijk ook wel respect voor onze lokale identiteit. Wie verplichte fusies wil opleggen, die toont naar mijn aanvoelen toch weinig respect voor uw lokale identiteit. En dus is het niet aan Vlaanderen om zomaar te bepalen hoe uw lokale gemeenschap zich moet organiseren. Een lokale gemeenschap die hertekent je niet op basis van een simpele, steriele Excel-sheet. Respect, dames en heren. Respect moet het woord van het jaar worden. Want dat is wat de mensen verdienen. Meer respect. Zowel de huidige als de toekomstige generatie. En ja, de beste manier om respect terug te geven aan de mensen vanuit de politiek, dat is door zowel op Vlaams als op federaal niveau werk te maken van hervormingen in 2023. Want de koopkracht van mensen beschermen vandaag, dat is één ding. De koopkracht van morgen en van overmorgen beschermen, dat is toch nog andere koek. Want het geld groeit niet aan de bomen. Voor sommige partijen moet precies elk probleem opgelost worden door met geld te gooien of met een lawine aan cheques of premies te komen. En voor ze het goed beseffen, is het geld op en betalen wij daar allemaal de rekening van. U, ik, onze kinderen en onze kleinkinderen. Niet met ons. En dus moeten tijdelijke oplossingen moeten die ingewisseld worden voor structurele oplossingen. En net zoals onze partij bezig is met een volledige transformatie, zo moet ook het land via hervormingen een transformatie ondergaan. Wij nemen dus de handschoen graag op om dit land degelijk te hervormen in het belang van onze welvaart. En dat doen we niet met een gebalde vuist naar andere politieke partijen. We moeten samen durven hervormen. En ik besef maar al te goed dat de klim heel pittig is. We staan aan de voet van de Mont Ventoux. Maar het is van moeten. Politiek cynisme, dat gaat ons geen centimeter dichter bij de top brengen. En dus mensen zijn dan ook niks met politici die alleen maar zeggen dat het allemaal om zeep is. Dat dit land niet te redden valt. Het is onze verdomde plicht als politici. En zonder naïef te zijn, voor de klim die ons te wachten staat. Want dat is minstens even gevaarlijk. We moeten durven hervormen en we moeten de heilige huisjes die er zijn ook durven slopen in 2023. En we moeten het doen voor de noeste, hardwerkende Vlaming. Voor hen moeten we het land weer op de rails krijgen. Omdat zij meer respect verdienen. Omdat ze elke dag beslissen om naar het werk te gaan. Dat proberen te combineren met een gezin. En ook hopen om met een deftig pensioen rond te komen. Wel, onze fiscale hervorming die ligt klaar. Zodat werkende mensen meer netto overhouden. Want de lasten op arbeid die liggen in ons land gewoon veel te hoog. En nee, niet enkel voor de laagste inkomens. Ook de brede middenklasse die verdient meer netto op het einde van de maand. Ze zijn de ruggengraat van dit land. En onze middenklasse die verdient ook zoveel meer respect. Nu,
Onze plannen om in de pensioenen ook het verschil groter te maken tussen wie werkt en wie niet werkt, die plannen die liggen al een tijdje klaar. Net zoals onze plannen om iedereen aan het werk te krijgen. Want dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat we zorg kunnen blijven dragen voor onze gemeenschap, ook voor de toekomstige generaties. We moeten ons land dus weer op de rails zien te krijgen. Ook voor de vele mensen die meer kunnen volgen. In een wereld die alsmaar sneller gaat. Een wereld die ook niet altijd even rechtvaardig is. Voor mensen die afgeschreven worden, omdat ze een beperking hebben. Omdat ze zorgtaken opnemen. Omdat ze nog te jong worden beschouwd. Of net, en heel vaak, omdat ze al wat rimpels beginnen te krijgen. Of zoals in mijn geval al wat grijs haar. En mensen die te snel afgeschreven worden, verdienen veel meer respect. En partijen voor de hippe vogels met de dure kleren, die partijen die zijn er genoeg. Maar wie durft er nog voor onze ouderen te zijn? Wij, Christen-Democraten, moeten er voor onze ouderen zijn. Want op de arbeidsmarkt zijn onze ouderen voor sommigen ofwel te duur, ofwel worden ze beschouwd als te weinig productief. Of krijgen ze niet eens een eerlijke kans. En eens je 65 wordt, dan word je afgeschreven. Krijg je misschien nog een boekenbon mee en is de enige geïnteresseerde vraag die veel te veel mensen stellen, enkel nog de vraag naar hoe dat het met uw bloeddruk is. Oud is veel te vaak oud. Gepensioneerden die worden veel te vaak gemarginaliseerd. En sommigen die lijken ouderen alleen nog maar goed te zijn om te praten met de planten. Terwijl ouderen zijn verantwoordelijke en zelfbewuste individuen. Die hun grote kennis en hun ervaring ook gewoon langer willen inzetten voor de samenleving. De ouderen die is al lang geëmancipeerd. Nu de samenleving nog. Want ook onze ouderen hebben een plaats in onze gemeenschap. En ook hun stem moeten we tot in de wetstraat blijven horen. En om die reden zal ik dit jaar ook de boer opgaan, bij heel wat 65-plussers. En ook dit jaar willen we als partij ook nog een ouderenplan op tafel leggen. Het is ook de reden, mevrouw, waarom dat onze lokale lijsten in 2024 ook moeten bestaan uit minstens 20% 60-plussers. Want het is niet omdat de wereld versnelt dat een wagen met wat extra kilometers op de teller bij het schroot moet. Respect voor onze ouderen moet er zijn en ze moeten vertegenwoordigd worden. We moeten ons land weer op de rails krijgen. Ook voor landelijk Vlaanderen, dat veel te vaak vergeten wordt. En denk maar aan het openbaar vervoer, dat in sommige gemeenten zo goed als afwezig is. Bankautomaten die overal verdwijnen. Een landelijk Vlaanderen dat ook veel te vaak wordt weggezet als tegendraad. Omdat ze geen boodschap hebben aan woke. Omdat ze wel de auto nodig hebben om naar het werk te gaan. Omdat ze wel nog onze Vlaamse tradities koesteren. Wij zullen het altijd ook voor landelijk Vlaanderen blijven opnemen. En ook voor onze boeren. Onze boeren die elke dag zorgen voor eten op ons bord. En we willen dat de boeren dat die een toekomst blijven krijgen, een toekomst die ze verdienen. Wij zijn de partij die een innovatieve voedselstrategie op tafel legt. Om te voorzien in respect en een goed loon voor onze landbouwers. En of het nu gaat om het stikstofplan, of het nu gaat om het mestactieplan, wij zullen over de toekomst van onze landbouwers blijven waken. Want de toekomst van de landbouw veiligstellen, dat is ook de toekomst van Vlaanderen veiligstellen. Wij moeten ons land weer op de rails krijgen. Ook voor de leerkrachten. Die helemaal geen administratieve robot willen zijn, maar een inspirerend model. Die gewoon les willen geven. Die een correcte loopbaan verdienen. En ook voor de leerlingen die kwaliteitsvol onderwijs willen. Ook voor hen zal onze partij een lerarenpact op tafel leggen. Want langer wachten, dat is voor ons geen optie. Ons onderwijs mag er niet op achteruit gaan.
En ons lerarenpact dat moet opnieuw vrijheid en vertrouwen geven aan leerkrachten. In plaats van een overheid te hebben die leerkrachten constant betuttelt. Respect voor onze leerkrachten is belangrijk. En respect hebben voor de Vlaming, dat is ook de betutteling en de drang tegengaan van nationalisten en progressieven die u willen dwingen om de sleutel van uw leven in handen te geven van de overheid. Wie, maar ook wie is de overheid om u te dwingen om uw kleine na 6 maanden of na 1 jaar verplicht naar de crèche te sturen? Mensen horen wij niet te behandelen als kleine kinderen. We hebben geen nood aan een overheid die mensen voortdurend zegt hoe ze moeten leven, wat ze moeten doen, of hen constant ook met de vinger wijst. Een overheid die bij elk mogelijk probleem denkt het te moeten oplossen met een blik nieuwe regels of een ladekast aan paperassen. Dat moet anders. En last but not least, respect voor de planeet en voor de toekomstige generatie. Het is hier warm in de zalen, maar het was op 1 januari ook warm. 16,5 graden. Op de eerste dag van het jaar. 16,5. In de strijd tegen de opwarming van de aarde moeten wij de grote rentmeesters durven zijn. De christendemocratie is de oudste groene ideologie en wij moeten zorgen voor een verstandig groen beleid met respect voor iedereen en geloof in innovatie. En beste mensen, wij zullen dit jaar de weg tonen. Omdat wij willen bouwen aan morgen. Als de enige echte gemeenschapspartij van Vlaanderen. Wij gaan onze voorstellen om dit land beter te maken ook op tafel blijven leggen. En telkens weer moeten wij het debat openen over die noodzakelijke hervormingen. Een duidelijk aanbod, zodat de anderen zich ook niet kunnen wegsteken. En wie niet met ons mee wil gaan, die zal aan de mensen moeten uitleggen waarom dat zij de welvaart van 11 miljoen Belgen op het spel zetten. Wie niet wenst te hervormen, die is de doodgraver van zijn eigen land. Wie liever politieke spelletjes speelt, of wie nu al bezig is met de verkiezingen van mei 24, binnen 1,5 jaar, ja, die moet misschien een andere job gaan zoeken. Die heeft geen plaats in de politiek. We moeten vandaag bezig zijn met de zorgen van de mensen. En beste mensen, ik zou finaal nog iets willen afspreken. Hier onder elkaar. Een paar journalisten erbij. Ik wil met jullie afspreken dat we samen gaan tonen waar we voor staan. En dat we er samen ook voor gaan. En dat is mijn appel aan elke CD&V'er hier in de zaal en in gans Vlaanderen. Ik vraag aan al onze leden om mee ons verhaal te schrijven en ambassadeur te zijn van onze waarden, van het beleid dat we voeren, van de ideeën die we uitdragen. En doe dat in uw gemeente, in uw wijk, in uw straat en ook op sociale media waar we in het verleden veel te vaak afwezig zijn gebleven. Wees een moderne missionaris die het debat aangaat op café en die luistert. Luistert naar het onbehagen, die mensen die het vertrouwen kwijt zijn. Geef hen ook opnieuw hoop. Blijf luisteren. Luister naar mensen waarmee we het niet eens zijn. Of mensen die afgehaakt zijn. Wij, Christendemocraten, wij weigeren die mensen zomaar over te laten aan extreem. Dat zijn we die mensen ook verschuldigd. Het is aan ons om het juiste klimaat te creëren. Een klimaat waarin dat mensen zich opnieuw gerespecteerd voelen. En ons politiek aanbod voor 2023, dat is dat u zich opnieuw gerespecteerd voelt. U verdient dat. De mensen verdienen dat. En we gaan het doen in 2023 voor onze grootouders, voor onze ouders, voor onze kinderen en onze kleinkinderen. Met meer dan 2000 vandaag hier in de zaal en met 100.000 in Vlaanderen de rest van het jaar.
Merci. Merci. Want ik wou eigenlijk afsluiten. Ik wou afsluiten door jullie te zeggen dat ik ontzettend blij ben om hier vandaag zoveel mensen te zien. Het geeft alleen maar aan dat we er samen een lap op gaan geven. We gaan er samen alles aan doen om te laten zien tot wat Christen-Democraten in staat zijn. We gaan samen strijden. Samen. Voor een respectvol Vlaanderen. Merci.